Het Milan Festival in het Zuiderpark heeft afgelopen weekend tienduizenden bezoekers getrokken. Er waren muziek- en dansoptredens, modeshows en een wedstrijd currycooking. Op het veld stond ook een draaiorgel dat Bollywoodmuziek speelde. Het festival besteedde extra aandacht aan 140 jaar immigratie van India naar Suriname. Een verwarde automobilist heeft in de stationsbuurt zondag kort na elkaar twee fietsers geschept en is daarna doorgereden. De man ramde een fietser op de stationsweg en reed daarna een fietser aan in de Wagenstraat. Beide fietsers raakten gewond. De man werd opgepakt nadat hij zijn auto in de buurt had geparkeerd. Het was zondag erg druk op de stranden, maar de verwachte verkeerschaos op de snelwegen naar de kust bleef uit. Op Scheveningen werden verkeersbegeleiders ingezet. De reddingsbrigade had het vooral druk met zoekgeraakte kinderen.